The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Check. Dus ik ben soort van ook die vacuüm te gaan doen. Kijk hoe ver ik al ben gekomen. Ja, gaat goed, man. Dit was heel erg, man. Ik kom er echt zo'n kop uit, weet je. Nog steeds wel, maar toch minder, ja, man. Check die vacuüm hier. Zie je hem al? Ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje blij mee. En nu gaan we even douchen. Ik weet niet of ik naar de gym zal gaan, man. Ik heb gemerkt dat ik ook wel een beetje moet ontspannen, weet je. Maar, ja. Oh, ik ga naar mijn doel. Maar ik heb vanmiddag een afspraak om 1 uur, dus ik kan ik daar ook voorbij gaan. Ik weet niet, maar misschien ga ik echt een rondje lopen of zo. Ik weet het nog niet. In ieder geval, ik ga wel even lekker douchen al. Lekker koud, heb ik even zin in, man. Tenminste, afsluiten met koud. En dan zien we dan wel. Hé, man. Ik zat daar achter in het park op de bank. Waar mensen een soort van oefeningen aan het doen. Dan heb je hier, hoe noem je zoiets, man? Zo'n bootcamp, weet je. Ik denk dat ik daar een keertje, in de zomer pas, man. Dat ik me daarvoor ga inschrijven. Maar ik heb zo'n brief gekregen van de gemeente, toch? Voor die bijdrage. Meedoen bijdrage. Kun je daarvan sporten of naar de bioscoop en dat soort dingen, weet je. Maar ik had zoiets. Ga ik sporten vandaag, ja of nee? Weet je, ik zat er een beetje mee. Want hoe heet dat? Dus ik had zoiets van, nee man, ik ga vandaag lekker ontspannen naar buiten, een beetje lopen. Ik heb mijn boekje meegenomen met mijn wensenlijst. Van, oh god, ik heb die een beetje bijgewerkt, zo weet je. En voordat ik ging douchen, had ik meditatie, of tenminste, zo'n motivatiefilmpje opgezet, weet je. Daar werd ook gesproken over de blueprint van money. Wat voor associaties dat met je heeft gehad of gedaan of dat soort dingen. Ik zet het wel even in de comments, die link. Kan je het even checken. Maar toen vroeg ze ook van als kind, weet je, wat voor associatie had jij met geld? Nou, ik kan me nog wel herinneren dat dat zeg maar altijd wel aanwezig was, ondanks mijn moeder toen de tijd geen werk had, een uitkering had. En daarna kreeg ze wel werk en zo, maar ze was wel een hosselaar, man. Er was zeg maar zo'n toko op de Leiweg. En daarvoor gingen ze altijd zeg maar van Indonesische hapjes maken. En op een gegeven moment ging ze uitstappen in de Pasamalam. Dat is zo'n soort van Indische beurs, weet je, op de Malieveld. Misschien kennen sommigen van jullie dat wel. En daar stond zij wel met eten en zo, weet je. Dus ik weet nog, dus die herinnering kwam naar boven. Dat het klaar was. En ze thuis aan het geld aan het tellen waren, weet je. Mijn tante was daar ook bij. En dan gooiden ze het geld zo in de lucht van, ja, we hebben doekoe, je weet toch? Dus dat is die associatie die ik wel had. Maar, en nu begrijp ik waar het mis is gegaan. En ik ga haar daar niet voor blamen of zo. Want ja, je weet, je wist dat toen nog niet zo, weet je. Op een gegeven moment
kreeg ik dus een relatie met mijn ex-vrouw. En zij kwam van een Indonesisch dorp, weet je. Waar geld, ja. Je weet toch, als je niks te maken hebt, dan ga je anders tegen geld aankijken, weet je. Zij had een soort van poverty mindset, man. En hoe moet ik dat uitleggen, weet je. Zij liet mij heel anders denken over geld. En dat het schaars was en dat soort dingen, weet je. Dus ik ging eigenlijk een beetje mee in die energie van haar. En daar probeer ik nu een beetje uit te komen. Want ik had het toen al moeten weten, weet je, dat ik het gelijk had moeten afkappen, maar ja, ik was al zo ver. Ik ging een keer kijken in de telefoon hoe zij mij, want ze noemde mij altijd tje, een afkorting van schatje, weet je. En de eerste keer, ja, ik weet niet, man, er stond gewoon euro gek, weet je, dat ik af en toe wel eens wat geld stuurde. Ja, toen had ik al moeten weten dat het een gold digger was. Maar en dan had ze ook een heel andere mindset van hier in Indonesië zorgt de man voor de vrouw, weet je. Dus ik had zoiets van, nou, hier in Nederland hebben we dat niet. Ja, je hebt dat. Kijk, uiteindelijk moet dat wel zo zijn, maar je moet ook wel, zeg maar, soort van zelf je best gaan doen, weet je. Dus, maar zij had ook een heel ander denken. Ze wilde de ouders helpen, dit en dat, bla bla bla. Dat begrijp ik ook wel. Ik wil er ook wel aan meewerken, weet je. Maar ons leven gaat dan eerst voor, snap je? En dat was bij haar niet. Ze wilde haar eerst haar ouders helpen. Dus dan ging zij werken. En dat geld gaf ze aan de ouders, zei ze. En ik stuurde geld voor haar. Dus, met andere woorden, wat van mij is, is voor haar. Maar wat van haar is, is niet van mij. Snap je? Dus daar ging het al mis. Dat waren al de red flags die ik eigenlijk had. Van, hé man, dit, weet je, dit voelt niet lekker, man. Dit klopt niet, weet je. Dus, maar ja, uiteindelijk kreeg ze wel een baantje en zo, en dit en dat, maar, ja, ik weet niet, man, het was een moeilijke periode, maar in ieder geval, ik ging anders over geld denken, man, weet je, dat het echt zo'n, hoe moet ik dat zeggen? Dat het zo op je wordt gelegd, weet je. Dat je dat moet hebben en zo. Het gaat, en ook dat succes en, hoe zeg je dat? Het geld willen hebben, weet je. Dat je het nooit hebt gehad. Kijk, mijn moeder die ging gewoon hosselen. En we hadden heel veel plezier daarin. Maar op als mannen en dit en dat. En uiteindelijk gaat het niet om, ja, misschien gaat het ook wel om het doel, maar het gaat, zeg maar, het proces, dat is het belangrijkste, man. En dat je, zeg maar, niet rijk wordt over andermans rug. Want die heb je natuurlijk er ook tussen zitten, snap je? En daar was zij eigenlijk één van. Want mijn moeder die had, zeg maar, een hele grote villa laten bouwen daar zo in Indonesië. En toen de tijd wilde ik, zeg maar, daar naartoe. Weet je, daar wonen. Om, zeg maar, ook alles een beetje in de gaten te houden. Maar ja, zij wilde hier naartoe, het beloofde land. Dat kan ik ook best begrijpen, weet je. Maar het is alleen niet gelukt. En hoe heet dat? Ja, over andermans rug rijk worden. Zij zit dus nu in die grote villa samen met mijn dochter. Waardoor zij, ja, zeg maar, een beetje de tante speelt, weet je. En
mensen zien haar dus nu als, als rijk toen. Dus dat dus die associaties maakten de mensen, zeg maar, als ze haar zien, omdat ze nu in een grote villa woont, snap je? En dus dat was allemaal show. En dan mij ook, hoe zeg je dat? Wilden ze geld lenen bij de bank, weet je, met borg van het huis, moest ik tekenen, maar ik mocht niks zeggen en zo. En ja, ik ga gewoon mijn verhaal nou doen, weet je. Van fuck it, man. Dus je wordt echt helemaal in een soort van, snap je? Dus ik had toen ook al zo van, ben je serieus? Meen je dit nou? Ja, toen was ik al een beetje, ik was heel erg teleurgesteld, man, daarin. En we hebben dan zo'n band toe, dat betekent zo'n bediende in huis, weet je. Maar dat was een heel gezin. En dat was ook een heel toestand, man, met haar en hun. Zij wilden dat hun weggingen, weet je, als ze dat huis voor haar alleen. Natuurlijk. Maar ja, joh. Even wachten, het valt een beetje zwart, maar omdat ik gisteren een medicatietje heb genomen, omdat ik, ja, toch even wat dempen, weet je. Omdat mijn hoofd echt zwaar aan was. Ja, ik kan ook in de wisselwerking, maar. Dus, ja, moet ik er nog meer over vertellen, man. Ik wou eigenlijk wat zeggen, maar ik zei wat anders. Even die band toe. Heel even, hoor. Pauze. Ja, nou weet ik het weer. Zij en mijn moeder die stuurt dan geld, weet je, voor hun. Om zeg maar, ja, de rekeningen te betalen van de elektriciteit en zo. En dus ik hoor, maar ook van andere mensen heb ik ook gehoord van, ja, zet dan nu eens een autootje daar. Dat mijn moeder die heeft betaald, weet je. En dan, ja. Mijn dochter die zit daar dan eigenlijk tussen. Zij gebruikt haar dan zeg maar een beetje om haar zin te krijgen. Dat, hoe heet dat? Dat mijn moeder gewoon nog wel contact met haar heeft en zo, weet je. En ja, het is heel sneaky gegaan allemaal hoor. Want ze zei tegen mij van, ja, mijn volgende plan is dat ik een woning ga zoeken, weet je. Dus ik kwam daar toch vorig jaar. Toen ik zeg maar voorbereiding ging treffen voor mijn scheiding. En toen zei ik, toen heb ik ermee, heb ik ook gewoon gezegd van, kom even praten, kan je even tijd. Toen zei ik ook van, maar ga je dan weg hier? Zegt ze, nee, ik ga hier niet weg. Wil je dat ik wegga? En neem ik Giselle gewoon mee hoor. Dit en dat, bla bla bla. Ik had zoiets van, hè? Maar je zei toch, weet je? Dus dat zijn allemaal koude leugens en zo. Wat in haar plan zat, snap je wat ik bedoel? En over plan gesproken, zij wordt een soort van, ja, bespeeld door de moeder, man. Want toen ik daar was, zei ze ook van, gewoon, en die dingen zeggen ze gewoon waar je bij bent, weet je. Maar ze denken dat ik dat niet door heb of zo. Van ja, als je van hem afgaat, weet je. De eerste jaren van een kind opvoeden, dat is financieel. Maar later valt het allemaal wel mee, weet je. Zoiets in die richting. Dat mijn moeder dom was en zo. En weet dat? Wat nog meer? Ja, deze vond ik ook erg, man. Dat ze in één keer tegen mij zei van, want ik ging zwaar terug naar Jezus, toch? Christelijk geloof in en zo. En ik wil dat gewoon mijn dochter een beetje bijbrengen, weet je. Maar hun zijn al moe nu. En ja, Giselle, ze kan geen christen meer worden, zegt ze zo. Nee, zo, weet je. Dus ik had zoiets van, joh, gaan we nog wel zien. Ik heb dit aan God gegeven, weet je. En ik weet wel dat mijn God gewoon sterker is dan jouw God. Dus we gaan het zien, man.
God is greater, our God is strong.